En dat is niet niks hoor. Dat is een heel verantwoordelijkheid. We moeten niet te licht overdenken. En om in maart alles gladjes te laten verlopen, dacht ik zo dat het wel leuk was om hier vanaf te beginnen om de route uit te stippelen. Nou, ik dacht zo, we starten hier bij de Hondsbos. En dan gaan we zo via de SW's weg, zo voor Ruud Bouwmander. Dat is de voorzitter van de club, hè. Die is zo met mijn strak paksknut gezakt. Werk je een beeldje? En dat trekt het ook zo schoon af, hè. En dus hier, bij de mannen. Nou ja, op een zaterdag waren we samen met Perry Sport gereden. Stonden daar twee vrouwtjes in de stad. Die waren van die kleine monstertjes van de deodorant op te delen. En het begon bij men meteen een lampje te branden. Dus ik zeg tegen Ruud, hoeveel man doen er om die tocht mee? Ja, hij zegt 250, denk ik. Hoezo, waarom wil je dat weten? Ik zou nog even 250 flesjes van die deodorant halen. Ja, waarom zit die weg aan sos stinken? Ik zeg, nee, daar valt wel mee. Ik zeg, maar dan kunnen we daarvan te vullen. Bij iedereen in de band schuiten. Dan ruiken we van eigenlijk als iemand een lekker band heeft. Nou, dan gaan we zo verder naar het Grunstraat. Zo vertelde Hans Verhoeven dat Celeste met Piet een romantisch weekendje naar Brussel is geweest. Ik zeg, nou, dat is leuk. Ze hebben de mannelijke pis ook wel gezien, zeker. Ach, zuster, die had ik al gezien voordat ik in Breda was. Ik moest er ook wel een beetje mee lagen. Ik heb nooit geweten dat ik via Breda naar Brussel moet gaan. Maar ja, dan gaan we dus verder richting de manege. We moeten allemaal een paar rondjes door die bak heen fietsen. Hè. Dat is zwaar zand, goed voor de conditie. Met de PR val ik maar trouwens ook mee. Hè. Atte Bruin is behalve kunstverkoper ook kunstschilder. Zijn specialiteit is naaktschilderen. Nou, lijkt me dat best wel moeilijk, want dan ben ik toch benieuwd, want het is een kwastblad.